moet ik je vertellen, eerst wat bestellen. Het is vandaag feest, want u bent 60 jaar gehuwd. Of tenminste niet precies vandaag, maar we gaan het wel vieren. En vertel eens, wat is het grote geheim voor 60 jaar huwelijk? Altijd bij elkaar staan en klaarstaan. En wat bedoelt u daar precies mee? Nou, alles wat mijn vrouw niet kent, doe ik. En wat ik niet ken, zou mijn vrouw kunnen doen. Maar ik doe het meestal zelf, altijd alles. Dus eigenlijk is het geheim een beetje dat u elkaar stiekem wel aanvult? Ja, precies. In zo'n 60 jaar huwelijk, hoe zorg je ervoor dat het toch weer allemaal goed komt? Gewoon praten. Heel belangrijk. Praten is belangrijk. En gezondheid. En dat er dan in Schiedam vandaag zo'n dag is waarin eigenlijk feest is en een taart wordt aangesneden en muziek is straks. Wat vindt u daarvan dat dat zo georganiseerd wordt? Nou, dat is leuk, tuurlijk. Kijk, de burgervader die zorgt ervoor, voor zijn gemeenschap, voor zijn kinderen. Zijn dochters en zijn zonen. Ja, zo zie ik het dan. Dat is mijn rol. Maar dat het gebeurt, had je niet verwacht. Ik heb dus zelf persoonlijk, van koning Willem-Alexander en prinses Max, of koningin, ja, tegenwoordig prinses toen de tijd, dus koningin, ja, Maxima, heb ik een brief gekregen dat ik 16 jaar getrouwd was. Wat tot mijn verbazing, dat verwacht je niet, zoiets. Maar ook van provinciale waterstaat, van Zuid-Holland, ook, en van de burgemeester. Nou, waar vind je dat nog? Ik weet niet of dat in iedere stad zo is, dat weet ik niet. Als er straks mensen kijken die nog niet 60 jaar getrouwd zijn, maar toch denken van dat willen we graag halen. Wat is nog een geheimtje wat u ze mee kan geven? Nou, blijf lekker bij elkaar. Ga nooit bij elkaar weg. Maar gaat er dan wel over praten dat het weer goed komt. Maar was u er vroeg bij met het huwelijk? 22 jaar. Ja, is dat vroeg? Nee, nou, misschien voor die tijd al helemaal niet. Maar, en als ik u mag vragen, meneer, wat is een beetje het geheim van 60 jaar een huwelijk? Niet te veel op elkaars lip zitten. Nee, gekheid. Nee, dat is niet te veel op elk je eigen bezigheden hebben. Ja, prima. En volgens u? Ook zo, ja. We tennissen, we doen alles, dus dat scheelt dus. En nou, u bent er dan wel vandaag samen bij. Hoe vindt u dat het hier georganiseerd wordt in Schiedam? Ja, dat wacht ik even af. Hoe bedoel je dat? Alles of alleen dit? Het feest voor de 60-jarige huwde, hoe vindt u dat dat er is? Nou, dat is heel leuk, ja. Nou, dat weten we nog niet. Dat moeten we maar wij hebben buren die hebben het ook meegemaakt en die vonden het heel leuk, ja. Ja, want natuurlijk, nou, normaal heb je al een jubileum bij 50 en nu na 10 jaar later nog. Had u dat verwacht? Nee, we hadden het ook niet eerst gedaan, hè? Want we dachten, Maar we hebben het toch wel gedaan. Het is toch wel leuk. Hoe vindt u dat het georganiseerd wordt, dit feest, vandaag? Nou, leuk. Ja, bijzonder. Ik stel het zeer op prijs, hoor. Want met 50 is natuurlijk altijd een jubileum. Dan worden al gevierd. En nu nog een keer. Ja, dat is diamant, hè. Ja, dat is wel leuk. En als er geheimen zijn voor 60 jaar huwelijk, wat is dan het geheim wat jullie eigenlijk samen hebben? Ik zou het niet weten, joh. Nee, ik zou het niet weten. Dus eigenlijk gaat het gewoon vanzelf, 60 jaar samen? 60 jaar getrouwd? Ja, dat kan je wel zeggen. Geven en nemen. Ja. Ik hoor hier al geven en nemen. En stel iemand kijkt het en denkt, nou dat 60 jaar huwelijk, dat wil ik ook wel halen. Heeft u dan nog een extra geheim om te verklappen? Nee, ik zou het niet weten. En nou, dit is natuurlijk vandaag al heel bijzonder. Wat verwacht u van vandaag? Volgens mij wordt er een taart aangesneden en komt er een zangeres. Ja. Nou, ik verwacht het wel allemaal een beetje feestelijk is.